2007 zijn John Geert en ik begonnen met het oprichten van Tilburgers.nl. Wij hadden destijds het idee van we moesten toch een nieuwswebsite hebben waarop veel meer ruimte was voor burgerinitiatieven, voor kleine leuke evenementen. Dus niet de grote mainstream dingen, maar juist de wat bijzondere kleine dingen. Nog niet wetende dat we zouden uitgroeien naar een nieuwswebsite voor heel Tilburg zoals we nu zijn. De tweede mijlpaal na de start is dus eigenlijk geweest dat we in 2010, het was vlak voor de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen, dat we vaak hoorden van mensen van goh, hoe zit die gemeentepolitiek in elkaar en hoe moeten wij, we begrijpen het niet, het is ingewikkeld, leg het eens uit. En met die vragen in gedachten van mensen, van lezers, hebben wij besloten om toen ook de politieke verslaggeving te gaan doen in Tilburg. Economische en sociaal-maatschappelijke onderwerpen te gaan beschrijven. Juist omdat daar heel veel vragen zaten van lezers. Sindsdien is de site uitgegroeid tot op dit moment gemiddeld 3000 unieke lezers per dag. Ja, en zijn we nu eigenlijk een van de belangrijkere media in Tilburg. Omdat ik vind dat mensen kunnen alleen meedoen aan de democratie, maar ook meedoen aan de samenleving, als zij voldoende goede informatie hebben. En niet alleen over wat er gebeurt, maar ook over waarom dingen gebeuren en hoe dingen gebeuren. Je moet het uitleggen, je moet nieuws gaan duiden. En dat is wat wij vooral doen. We zijn niet van de snelheid, we zijn van de degelijkheid en de uitleg, de achtergronden. Gaat niet meer samen met commercie. Goede journalistiek is tegenwoordig een goed doel geworden. Een doel waar je als goed doel aan kunt doneren. En dat is ook de toekomst, wat ons de toekomst voor ons belangrijk zal zijn. Dat wij dus moeten gaan leven, afhankelijk zijn van donaties. There's a rising sense of happiness for me. I'm on the top of the world. Vrienden van Tilburgers zal voor ons in de toekomst de financiering moeten organiseren, zodat we verder gaan kunnen met Tilburgers.nl. Maar hoe het ook zij, we gaan de volgende komende 10 jaar gewoon door, omdat het nodig is. Want alleen goed geïnformeerde mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en kunnen deelnemen aan de democratie. I'm on the top of the world looking.
Ja. 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 Ja.